ben Fiona Remt en dit zijn de boeken van Daan. Daan in de ruimte en Daan de machinist. Ik ga er eentje voorlezen. En dit is niet Daan, maar dat is Vito. En dat is Elsa. En dan gaan we een stukje voorlezen uit Daan in de ruimte. Niet Vito! En maar luisteren, jongens. Vito. Papa en mama komen zingend Daans kamer binnen. Lang zal die leven, lang zal die zweven. Ik sliep nog, gaat Daan. Sliep. Hij trekt het pak meteen aan. Hallo Aarde, dat is astronaut Daan hier vanuit de ruimte. Mama klopt zachtjes op de helm. Mooi hoor, maar waar is je raket? Raket? Daan kijkt naar zijn vader. Wil je er één voor me maken? Jij kunt alles bouwen toch? Papa glimlacht. Niet alles. Raketten zijn heel moeilijk. In het ruimtevaartmuseum is van alles te zien. Telescopen, oude ruimtepakken, zand van de maan, foto's van je de planeten. Ja. En een stuk steen van Mars. Daan kijkt naar twee grote foto's. Op de ene staat een hond en op de andere een aap. Waarom hangen zij hier? Daan en zijn vader zijn zo klein. Waarom hangen die beesten daar? Omdat ze een van de eerste astronauten waren. Ja. Astrobeesten, zegt Daan. Is maar dit... hoe heten ze? Is de hond heet? Poepie. Laika en de chimpansee? Poepie. Ham. Nee, Poepie.